het voetenwerk van de tweede Australische in deze finale, Monette Russo. Als tweede de finale binnengekomen met 9.325. Eenvoudig begin. Dat moet gezegd worden, dus er moet nog heel wat komen. Jammer. Ja, als je zo'n combinatie goed uitvoert, krijg je veel bonuspunten. En met bonuspunten kun je je startwaarde gaan opwerken richting die 10 punten. Maar ja, dit is weer een half punt aftrek. Zo'n grote fout. Let op de voeten. Kijk, achter de voet steeds die tenen om de rand van de balk. Oh, 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 ja. Weer een half punt aftrek. Dan ben je dus al een punt kwijt. Ja, jammer, jammer, jammer. Maar ja, dat is het spelletje op de evensbalk. Bij alles wat je doet, moet je je balans houden. En dat maakt het ook zo boeiend. Dit is ook het toestel wat de meeste training vereist. Bij de mannen is dat vooral paard voltigeren. Ook zo'n balanstoestel. En bij de vrouwen is dat de evensbalk. Daar moet je elke dag zeker toch tenminste 3 kwartier tot 1 uur aandacht aan besteden. Ja, Monette Russo. Een jonge Australische. Ze is pas 14 jaar, wordt in augustus 15. De leeftijd om aan wereldkampioenschappen deel te nemen is 16. Dus ze zou volgens die regel niet deel mogen nemen dit jaar aan de wereldkampioenschappen. Alleen er is een uitzondering. In het pre-Olympisch wereldkampioenschap mag je als 15-jarige deelnemen. Omdat op dat wereldkampioenschap bepaald wordt wie er volgend jaar bij de Olympische Spelen gaat deelnemen. En daar moet je weer 16 voor zijn. Dus dat betekent, zij wordt in augustus 15, maar mag toch deelnemen voor Australië. En samen met haar team proberen om zich te plaatsen voor Athene. Kijk, hier zien we steeds met die tenen wordt. Ja, maar inderdaad, als je centraal lichaamswaartepunten niet meer boven die balk zijn, dan kun je met je beenspieren nog zo proberen die spanning erin te houden. Want die beenspieren bepalen namelijk de stabiliteit. Maar dan gaat het mis. En het ging 2 keer mis met haar